Welkom bij de Spelzal, leuk dat jullie weer kijken. Dit keer met jullie een blik werpen op Super Fantasy Brawl, uitgegeven door Mythic Games. Dit is een spel voor 2 tot 4 spelers waar je 30 tot 40 minuutjes mee bezig bent. En dit is een Battle Arena spel, waarbij elke speler de beschikking krijgt over een drietal unieke helden die zij op pad sturen in de arena om de strijd aan te gaan met de teams van de andere spelers. Het doel is om als eerste 5 trofeeën te verzamelen en die krijg je door ofwel helden van je tegenstander uit te schakelen ofwel de verschillende challenges die aan de kopse kant van het bord liggen te voltooien. En zodra iemand 5 trofeeën heeft, is diegene onmiddellijk de winnaar. Dus laten we maar eens een blik werpen op wat er allemaal in de box zit. Het spel is van de hand van Jochen Eisenhoed en dit is de deluxe versie van Super Fantasy Brawl. Dus het ziet er net iets anders uit als basisspel. De spelregels in het Engels, de spelregels zelf zijn prima opgezet. Makkelijk om door te lezen. Het is geen moeilijk spel, ondanks dat elke held net weer even een ander gevoel heeft, een andere manier speelt. Zijn de basisregels overzichtelijk en duidelijk gehouden en de manier waarop je dingen speelt logisch de weg gezet. Met achterin nog een goede reference met de keywords, de speciale eigenschappen van de characters en bepaalde aanvallen en een index op de rug. Dit is een van de dingen die in de deluxe editie anders is. De spelersbordjes zijn bij mij kleine muismatjes. Ruimte voor jouw helden, reference en je energie. En dan krijgen we deze mooie opbergboxen met daarin de helden en andere componenten. De helden zijn normaal gesproken niet geschilderd. Kwaliteit en detail van de helden is fraai, dus als je een schilder bent, kun je hier lekker op losgaan. Dit zijn de zuilen die in de arena gaan staan, met ook nog weer een figuurtje erop, die ook helemaal op los gaan. En je hebt de verschillende componenten, de woundfiches, trapfiches, energiefiches, de base kleuren voor de teams. Als je ze niet geschilderd hebt, is dit een makkelijke manier om te zien van welke helden zijn van welk team. En hier zijn de felbegeerde trofeeën waarom we gaan strijden en een paar van de kartonnen fiches. En tot slot natuurlijk de kaarten, de challenge kaarten. En voor elke held een uniek dekje. Wat begint met een reference kaart van die held. Een reguliere zijde en een gelevelde zijde, waarbij er een speciale eigenschap tevoorschijn komt. En dan een uniek set aan kaarten. Niet heel erg bijzonder veel, maar je hebt je eigen setje kaarten die per held weer anders is. En natuurlijk krijgen we nog een speelbord, dat zit hier onderaan. En ook daarvoor heb ik in dit geval een spelersmat waarop de arena afgebeeld is. Met de posities van waaruit we strijden en een challenge track aan de zijkant. Maar zo ziet het eruit. Laten we maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel. Nou, begin had ik mijn voorbeeld even opgezet voor 2 spelers. Allereerst leggen we het speelbord in het midden van de tafel. We zetten de 3 statues er neer. We leggen de woundmarkers, de trophymarkers en de trap tokens binnen handbereik. We schudden de challenge kaarten. Je hebt 22 challenge kaarten, elke kaart 2 keer. Zodat je eigenlijk als het ware bijna 2 potjes tegelijkertijd zou kunnen spelen. Maar je gebruikt in principe maar 11. Dus de 11 verschillende, 11 unieke challenges, die gebruik je. Daar leg je er eentje van open in de toekomstige challenge. En eentje op de eerste positie. Begin het met de startspeler die je willekeurig aanwijst. En dan met de klok mee. Dan gaat de startspeler 2 trap tokens pakken zonder de onderkant te bekijken. En die plaatst die op de trap locaties, herkenbaar aan dit symbooltje. En daarna pakt de tweede speler ook nog eens een keer 2 trap tokens en ook die plaatst ze op vrije posities. Dan tot slot moeten we onze teams aan helden samenstellen. Dat doen we middels een draft. Dat kan op 2 manieren. Ofwel je pakt een x aantal helden. Of je schudt al je helden die je hebt en je legt er bij wijze van 6, 7 of 8 open. De tweede speler kiest er als eerste één. Dan de eerste speler 1, tweede speler een tweede enzovoort. Tot je er allemaal 3 hebt. Of je kunt de competitive draft doen. Dan kiest elke speler een set van 5 helden. Dan geef je die set van 5 aan je tegenstander. Die haalt er 1 held uit die niet gekozen kan worden. Daarna geef je de 4 helden die je hebt terug. En beginnend met de startspeler kies je uit die 4 1 held die je wilt spelen. Daar reageert de tweede speler op om ook 1 held uit zijn setje van 4 of haar setje van 4 te pakken. En zo een tweede of een derde. Of als je het helemaal makkelijk wil doen, is ik wil graag die drie spelen. Vind je dat goed? Ja, wil ik graag die 3 ook goed gaan. Maar dat staat allemaal keurig uitgelegd.
Elke held heeft natuurlijk zijn eigen unieke reference kaart. Elke kaart is dubbelzijdig. Je begint altijd met de kaart waarop geen speciale eigenschap staat. En als je je character upgrade, dan zul je zien dat hij ook net even wat anders wordt. Deze krijgt vlammende ogen. Dan krijg je een speciale eigenschap. Maar we beginnen met de standaardzijde naar boven. We krijgen onze drie energiefiches. En je krijgt natuurlijk de unieke kaarten van elk van jouw helden. Die ga je schudden en die vormen een standaard startdekje. En daarmee gaan we spelen. En je begint met een hand van 5. De helden mag je in een volgorde naar keuze plaatsen in de deployment zone. En dat zijn natuurlijk de 5 vakjes overeenkomend met jouw zijde. En dan zijn we klaar om te gaan spelen. Het doel van het spel is om als eerste 5 trofeeën naar binnen te harken. Degene die dat voor elkaar krijgt, wordt de winnaar. Maar zo zit hem op. Laten we maar eens wat gaan brawlen. Het spel wordt gespeeld in rondes en in elke ronde komt elke speler 1 keer aan de beurt. Beginnen met de startspeler en dan met de klok mee. En nadat elke speler een beurt heeft gehad, krijgen we de Advanced Challenge Track fase. En dat betekent dat er gewoon nieuwe challenges bij komen of sommige afvallen. De eerste fase van een speler zijn of haar beurt is Scoreboard Phase. Oftewel, je gaat kijken, voldoe je aan de eisen van een van de beschikbare challenges. De eerste challenge waaronder geen beker staat afgebeeld, geen trofee staat afgebeeld, is de toekomstige challenge. Die kun je op dit moment nog niet voltooien, maar je weet dat die eraan komt, dus daar kun je op voorbereiden. Als een challenge 1 of meerdere bekers onder zich heeft afgebeeld, dan is dat een challenge die op dit moment te voltooien is. In dit geval Control the Manipulation Area, oftewel de blauwe area. Om een challenge te voltooien moet je dat aan het begin van jouw beurt doen. Nou, ik heb de blauwe area nog niet onder controle. Ik heb daar geen meerderheid. Dus dan gaan we naar de tweede fase en dat is de activatiefase. En daarvoor heb je de 3 Magic Cores in de 3 kleuren waarmee je activaties kan uitvoeren. Er zijn 3 soorten kaarten die je kunt spelen. En dat herken je aan het symbool hier links bovenaan. Dat zijn actiekaarten, skillkaarten en reactiekaarten. Nou, reactiekaarten die kun je spelen, zoals de term al een beetje verklapt, in reactie op een andere speler, dus ook tijdens andermans beurt. En dat zijn ook de enige kaarten die niet gelinkt zijn aan de held uit wiens dekje ze komen. Waar de andere kaarten altijd werken op de held die erop staat afgebeeld. Dus deze werkt op Marius, deze kaart werkt op Darin. En ik heb op dit moment geen kaarten van Gwen. Dus daar moet je rekening mee houden. Nou, wat je kan doen is je kunt een core spenderen. Je ziet hier dat deze kost een blauwe core, deze kost een gele core, een rode core. Nou ja, de kleuren staan er ook duidelijk en groot op. En dan doe je wat er op de kaart staat. Vaak krijg je een verplaatsing en dan een specifieke eigenschap. Of je krijgt een verplaatsing, een aanval en dit bepaalt de range. Of de melee is een ranged attack of een magic attack, whatever. Gaan we zo meteen naar kijken hoeveel damage en eventuele speciale eigenschappen die daarbij staan. Laten we beginnen met het meest makkelijke movement. Als je een kaart speelt, blauwe core, ik flip mijn blauwe core. Ik krijg 2 stapjes. En stapjes betekent gewoon dat je van het ene veld naar het volgende veld mag lopen. Waarbij je wel door figuurtjes van jouw eigen team mag bewegen. Niet door figuren van de tegenstander en uiteraard niet door deze pilaren. Tenzij er bij de movement staat dat je dat wel mag. Daarnaast, als je op of door een vakje gaat met een val, open je hem en dan kijk je wat erop staat. Op de rug van elke val staat een symbool. Soms is dat een verwonding, soms een paralyze, soms, nou ja, zoals in dit geval, een bliksem. Je handelt af wat erop staat. Daarna leg je de val weg en wordt er door degene die een val heeft geactiveerd een nieuwe gepakt en op een van de lege beschikbare velden gelegd. Er zijn kaarten die een champion plaatsen. Als iemand ergens geplaatst wordt, dan worden de tussenliggende stapjes overgeslagen. Dus je activeert ook geen vallen, je negeert beeldjes en heroes van anderen. Maar als je verplaatst, gewoon beweegt, dan is het gewoon 2 movement. Even kijken, dat was met Darin. Dus dan is het bijvoorbeeld 1-2 stapjes. Nou, dan is dat mijn verplaatsing. Als ik een attack kaart speel, bijvoorbeeld de Overpower van Marius, dan zie je dat ik 1 stap mag lopen. Dan heb ik een aanval, in dit geval is de melee aanval, want ik moet een aangrenzend vakje aanvallen. Dus ik moet naast iemand staan om te kunnen aanvallen. De kracht van de aanval is 2 en hier staan de speciale eigenschappen. Deze zwarte ster komt overeen met dit symbool, dat staat voor de attack kaarten.
En dit is een ability die je kan doen voor de attack. En dan heb ik ook nog een ability die je kan doen na de attack. Nou, hoe ziet een attack eruit? Als eerste gebruik je zoveel stapjes als je wilt. Nou, ik wil één stapje gebruiken, want ik wil aangrenzend komen aan onze grote vriend Gorvash. Het tweede wat ik mag doen is eventuele pre-attack abilities. Nou, dat is een dash van 2. Een dash betekent dat ik met een kracht van 2 twee vakjes mag bewegen in een rechte lijn. Vanuit de positie waar ik sta. Dus ik zou hier naartoe kunnen dashen. Maar ja, als ik dat doe, zit ik buiten het bereik. Ik zou hier naartoe kunnen dashen. Maar ik zou wel hier naartoe kunnen dashen. Misschien is dat een gunstige positie. Omdat ik dan bij dit monument sta. En dat kan voor de challenges belangrijk zijn. Mag ik doen? Hoeft niet. Het derde wat ik ga doen, is ik ga kijken, wil ik de actie of de aanval die hierop staat daadwerkelijk uitvoeren. Het kan zijn dat je dat niet wil, omdat je andere plannen hebt. Maar als je dat, als je ervoor kiest om de aanval niet uit te voeren, is deze kaart nu gelijk klaar en krijg je geen andere abilities weer. Maar natuurlijk gaan we aanvallen, want dat is het voorbeeld. Het vierde is, ik ga aangeven wie ik ga aanvallen. In dit geval mag ik alleen maar mensen aangrenzend aanvallen, dus heb ik niet zoveel opties. Maar als je bijvoorbeeld een aanval hebt met dit symbool, dat is een indirect shot. Dat betekent dat ik een bereik van 4 heb. Dus ik mag 1, 2, nou ja, 1, 2 die zit in bereik, 1 die zit in bereik, 1, 2, 3 die zit in bereik. En een indirect shot wil zeggen dat ik ook bochtjes kan maken. Dus als een vijand hier staat, kan ik 1, 2, 3, 4 lekker toch nog raken, omdat ik dan gewoon met een bochtje eromheen schiet. Dan heb je ook nog de direct shots. Die herken je aan de pijl die recht naar een vakje gaat. De indirect shots gaan met een boogje. Recht met een rechte pijl. Als je een direct shot doet, dan moet je de range respecteren. Dus die heeft een minimum range van 2 en een maximum range van 3. Dus ik kan niet vuren op hem, want die staat op 1. Dat is dus onder mijn minimum range. Dus die zou hier moeten staan. En een direct shot gaat altijd in een rechte lijn vanuit jouw hex. Dus ik zou hem niet kunnen raken. Als die hier zou staan, heb ik met een indirect shot heb ik die range 3 wel. Maar omdat een direct shot altijd in rechte lijnen gaat. Dus die gaat recht omlaag, recht die kant op, die kant. Maar dit is geen rechte lijn. Die zit niet in een rij vanuit mijn startpositie. Anders kan ik hem niet raken. En in dit geval zou ik dus alleen maar kunnen kiezen schieten op hem. Maar wij gaan terug naar ons eigen voorbeeld. Een simpel confrontatie hier zo direct tegenover elkaar. Ik kies hem als target. De tegenstander mag er nu voor kiezen om een reactie te spelen. Let er wel op dat als jij een reactie speelt, moet je nog steeds de overeenkomstige core op jouw spelersbordje flippen naar de andere kant, omdat je die energie nog steeds moet gebruiken. Dus dat betekent dat je in je eigen beurt een activatie minder hebt. En daarna gaat de aanval gewoon los. Mijn aanval heeft een kracht van 2. We gaan kijken naar de vijand of die schildwaarde heeft. 0 schildwaarde, dus dat betekent dat beide 2 damage raken. Dus we leggen 2 wounds op dit character. Hij heeft 8 levens, dus nog niet uitgeschakeld. En dan gaat hij gewoon verder. Heeft een character een schildwaarde, zoals Kilgore heeft. Dat betekent van de 2 schadepunten die ik doe, wordt er 1 geabsorbeerd door het schild en de andere gaat op Kilgore zelf. En daarna worden eventuele abilities afgehandeld van reacties als die erop staan. En tot slot worden eventuele abilities afgehandeld van de attack kaarten. De post-attack abilities. Ik denk dat veel stapjes, maar eigenlijk is het heel simpel. Je mag bewegen, pre-attack abilities doen, daarna kies je je target als die binnen bereik is. De target mag een reactie spelen. Doet hij dat niet, dan ga je gewoon de damage dealen en ga je zo verder. Lukt het jou om een held uit te schakelen? Dus je doet evenveel verwondingen als dat de held leventjes heeft. Oh, we zijn nu tegenover Kilgore gekomen. Dan wordt de held uitgeschakeld. Die gaat naar de gate van de speler. Jij krijgt daarvoor 1 trophy, want het uitschakelen van de held levert je een trophy op. En de volgende keer dat de speler aan de beurt is, mag hij deze held middels kaarten gewoon bewegen. En dan kan hij starten in een van de entry locaties en van daaruit gewoon weer bewegen. Nadat je kaart gespeeld hebt, gaat hij weg. En zo kun je dus, nou dat was een gele kaart, dus heb ik mijn gele core gebruikt. En zou ik nog eventueel een rode kaart kunnen gebruiken, omdat ik nog een rode core over heb. Dan heb je nog 3 standaard abilities. Voor een blauwe core mag je een stapje doen en plan 1.
Plan 1 betekent dat je één van de kaarten uit je hand bovenop je dek legt. Want aan het einde van je beurt gooi je alle kaarten die je hebt gespeeld en alle kaarten in je hand weg en pak je een nieuwe hand van 5. En dan is het leuk om een kaart mee te laten gaan. Voor geel mag je een stapje doen en healen. 1 mag je dus 1 wound weghalen van je held. Voor een rode core een stapje en 1 damage doen aan een aangrenzende vijand. Belangrijk, damage, het damage symbool, dat is het gebroken bloeddruppeltje. Dat gaat gewoon altijd door, ongeacht hoeveel schild je hebt. Als je een aanval hebt, dan zul je het krachtsymbool zien. En de krachtwaarde, daar moet je de defense value, oftewel de schildwaarde van afhalen. Dat is nog even een belangrijk verschil tussen de bloeddruppels in damage en een strength attack. Je kunt een core spenderen. Dat kan de blauwe, de gele of de rode zijn om gewoon 2 stapjes te doen. Het is niet dat je ze alle 3 moet spenderen voor 2 stapjes, maar je kunt gewoon een core ook spenderen om gewoon 2 stapjes te doen. Soms heb je dat gewoon nodig. En de laatste fase van de spelers in beurt is de upkeep. Zoals ik al zei, alle kaarten die je gespeeld hebt, alle kaarten die je nog in handen hebt, die gaan weg. En je pakt weer 5 nieuwe kaarten. En als je dekje leeg is, schud je je aflegstapel, leg je neer en zorg je dat je 5 kaarten hebt. Dan kunnen we onze helden nog levelen. Hoe doen we dat? Nou ja, op het moment dat je erin slaagt om een held uit te schakelen, dan krijg jij daarvoor een level. En dat betekent simpelweg dat je jouw kaart, jouw held, flipt naar de andere zijde. Soms veranderen de statistieken bovenin, maar je krijgt ook een speciale eigenschap. In dit geval Marius Attack gains lifesteal, while Marius is bloodied. Nou, dat zijn dus weer 2 keywords die je eventjes moet opzoeken. Lifesteal is natuurlijk een bepaalde attack. Dat betekent dat als jij damage doet, dan krijg jij weer healing. En bloodied betekent dat jij constant damage krijgt, omdat je in een soort berserker mode gaat. Nou, zo hebben al die helden een unieke upgrade die ze krijgen. En het laatste is, alle cores die je hebt, die leg je weer actief, zodat je alle energie weer hebt aan het einde van je beurt. En dan gaat de volgende speler. Nou, die gaat dus de acties doen. Mocht je dus reacties gespeeld hebben in andermans beurt, dan zijn je cores dus gesloten. Dus dan heb je effectief minder acties in je eigen beurt. Maar die gaat gewoon de cores spenderen voor bewegingacties enzovoort. En zodra alle spelers een beurt hebben gehad, dan bewegen de challenges 1 stapje naar voren. Komt er een nieuwe challenge bij, kan ook zijn dat ze dan uiteindelijk van de rij afvallen. En dan beginnen we de volgende ronde. We gaan weer kijken, oké, voldoe ik aan een van de challenges? Hè? Misschien heb ik mijn helden hier in blauw gekregen. Ik domineer nu blauw. Nou, domineren van blauw ligt op dit moment hier. Betekent dat ik 2 van die trophies krijg. Super lekker voor mij. Daarna ga ik mijn acties doen. Ik heb al mijn cores, dus ik ga kijken, oké, welke kaarten heb ik? Welke acties wil ik spelen en hoe ga ik proberen nog meer trophies te doen. En zo vechten we er duchtig op los tot er iemand is die 5 trophies heeft. En die speler wint onmiddellijk Super Fantasy Brawl. En zo wordt dit spel gespeeld. Super Fantasy Brawl is een vermakelijke en toegankelijke battle arena game, waarbij je allerlei verschillende helden hebt met unieke eigenschappen die je met elkaar probeert te matchen om zo een imposant team op het battlefield te brengen en je tegenstander flink klops te geven. En daarbij zijn bepaalde tactieken natuurlijk super interessant en vooral ook gebruik te maken van de verschillende krachten en unieke eigenschappen die elke held heeft. En aan de andere kant is het een heel toegankelijke brawler. Dit is een spel wat je vrij gemakkelijk uitgelegd hebt, wat qua mechanics heel natuurlijk voelt in hoe het beweegt en hoe het werkt. En je wordt ernstig beperkt door het feit dat je 3 magic cores hebt, dus 3 acties kan doen. En dat vind ik een sterk punt, want dat maakt dat je zorgvuldig bent in waar je je posities neerzet, waar je op focust en hoe je denkt jouw 5 trofeeën als eerste naar binnen te halen. Maar ook dat als je een reactie doet op een aanval, en je hebt sowieso beperkte reacties, elke held heeft er eentje in zijn of haar dekje zitten, dus in totaal zitten er 3 in je dek. Betekent wel dat de volgende keer dat jij zelf aan de beurt bent, heb je 1 core minder en pas aan het einde van je beurt worden je cores refreshed. Dus daar zul je echt wel overweging in maken. Van joh, is het de moeite waard of neem ik die klap zodat ik daarna een genadeloze klap terug kan geven. En ook het feit dat je aan het einde van je beurt je hele hand weggooit en dan weer een nieuw pakt, maakt dat je keuzes moet maken over welke kaarten ga ik wanneer spelen. Maar tegelijkertijd ga je daardoor wel lekker snel door je dekje heen. Maar de basismechanics zijn lekker toegankelijk. Je rent door die arena, je klopt erop los, je probeert de tegenstander zijn of haar helden uit te schakelen, terwijl je trofeeën verdient en de snelste manier om trofeeën te verdienen is toch echt wel de challenges voltooien.
door op bepaalde posities te staan, door bepaalde gebieden te veroveren, krijg je trofeeën als je dat aan het begin van jouw beurt nog steeds weet te realiseren. Het is een hele vermakelijke manier om lekker met elkaar interactie te hebben in deze arena. En wat het ook sneller doet, het is een kort spelletje. 30, 40 minuutjes is heel realistisch en als je de regels kent gaat het waarschijnlijk nog veel sneller. Verder is de vormgeving tof gedaan. De mooie miniaturen, zowel de pilaren als de heroes die we spelen. De dekjes met het unieke artwork van elke held op de verschillende kaarten ziet er erg fraai uit. En nou ja, dit is dan de deluxe editie, dus in plaats van kartonnen fiches heb je dan plastic muntjes. Ik moet zeggen, ik vind de kartonnen variant er ook prima uitzien. Maar de belangrijke componenten, de miniaturen en het artwork, die zijn in beide edities hetzelfde. Wat zijn de wat zwakkere punten? Allereerst, ik had het heel fijn gevonden als er gewoon een referentiekaart bij had gezeten van de verschillende abilities. Zoals Dodge Lifeblood. En je hebt geloof ik een stuk of 15 of 20 keywords. En daarvoor moet je steeds terug naar het regelboek. Nou, is niet het einde van de wereld, maar een klein referencekaartje. En ik heb het gevoel, en ik heb ook een beetje stiekem gelezen op het internet, dat er meerdere zijn die dat gevoel met me delen, dat de first player een klein voordeel heeft ten opzichte van de second player. Omdat dit spel onmiddellijk afgelopen is op het moment dat iemand 5 trofeeën weet te pakken, heb ik het idee dat een first player een klein voordeel daarin heeft. Niet onoverkomelijk en het heeft ook echt wel te maken met soort spelers met wie je speelt en hoe je aan elkaar gewaagd bent, maar daar zit in mijn ogen een kleine onbalans in. En afhankelijk van de draftregels die je gebruikt kun je daar geluk of pech mee hebben. Ook dat niet het einde van de wereld, maar het zijn wel factoren die erin meespelen. Maar naast die kleine dingetjes is er één ding wat ik jammer vond, waar ik meer van had gehoopt. En dat was het gevoel van de impact die ik heb op de battlefield. En dat heeft misschien te maken met het feit dat ik ben een groot fan van Guards of Atlantis 2. Wat ook een NBA is, dus een Massive Battle Arena game. Door de snelheid en de eenvoud mis ik soms een beetje de diepgang van strategieën. En daar komt nog een keer bij dat je een beetje geluk moet hebben met welke kaarten je wanneer pakt. Of je een aanval succesvol kan doen of je een character überhaupt kan activeren. Niet slecht, niet incompetent, niet vervelend, maar het miste voor mij gewoon een laagje diepgang in de karakters en de invloed die je had. Dit is eigenlijk meer een snelle maaltijd, een fast food battle arena. Je hebt het zo opgezet, je kunt even lekker knokken. De helden doen allerlei leuke, interessante dingen. En sommige teams werken op de ene manier goed met elkaar en de andere op een andere. En het is aan jou om uit te zoeken hoe dat werkt. Maar het is vooral fast food. Het gaat makkelijk, snel, eenvoudig. Het heeft niet zo heel veel diepgang en na een half uur. Voor mij is dat gevoel een beetje weg. Terwijl bij Guards of Atlantis 2 heb ik veel meer het idee dat ik impact heb gehad op wat er gebeurd is door strategisch gebruik van de helden die ik op het battlefield heb gemanoeuvreerd en de keuzes die ik daarmee gemaakt heb. Maar dat ligt voor een gedeelte natuurlijk aan mijn eigen referentiekaart. Maar dat is wel iets wat ik mee wil geven. Dit voelt gewoon als een lekker knallen op tafel, lekker beuken met elkaar. En als je verloren hebt, hoppata, redraft en ga je weer. En dat geeft het absoluut een plaats in menige collectie. Maar dat was voor mij een zwakker punt dat ik wel wilde benoemen. Maar dat alles maakt Super Fantasy Brawl nog steeds tot een zeer vermakelijk spel. Wat gewoon goed in elkaar zit. Ik vind het knap hoe het met alle mogelijkheden die het biedt en alle verschillende helden toch goed op elkaar afgestemd is, de gezonde balans heeft en tegelijkertijd ook lekker vlotjes en snel speelt. Waarbij je gemakkelijk een paar potjes achter elkaar kan knokken met allerlei verschillende helden en allerlei leuke battles kan beleven. Waarbij je soms net op het nippertje de overwinning uit de handen van je tegenstander weet te trekken en door een slimme move. En dat is natuurlijk altijd vet om te realiseren. De miniaturen, de vormgeving is prachtig gedaan en dat alles bij elkaar maakt dat ik Super Fantasy Brawl gewoon een dikke 7 heb gegeven. Spellen zolder.